Hier is Hilversum 1, de KRO. Ontwerp voor een moord. Een luisterspel door Alex Atkinson. Vertaling Louis Povel, regie Leon Povel. Met de middagpost. Om hoe laat was dat? Oh, ik denk tegen 4:15. Weet u of dit de enige was? Of waren er nog andere brieven? Er waren er nog een paar. De achterportier had zijn brievenrek gelegd. Hij is er nu zeker niet meer? Nee, hij gaat om 6:00 naar huis. De lichten in de Schouwburg zijn uit. Volgens mij bestond er een kansje dat deze envelop helemaal niet door de post bezorgd was. Maar nu geloof ik dat er niet de minste twijfel aan bestaat. Ja, dit poststempel zou verdraaid moeilijk te vervalsen zijn. Londen, West-Eind, 3:00 namiddag, gisteren. U bent niet op het idee gekomen de politie direct in te schakelen. Ik wilde me niet aanstellen. Nou, dat heeft u dan ook niet gedaan, hè? U bent bijzonder vriendelijk geweest. Een hele steun. Ja, wij zijn een koor dat er zijn mag. Dus het was Mr. Wallace hier die voorstelde Scotland Yard erbij te halen. Ja, die arme Tony werd bijna gek toen ik hem erover belde. Hij kwam hier aanrollen, zo wit als een doek. Er steekt iets door en door slechts achter dit alles. Oh, begin niet weer opnieuw, lieverd. Weet u wel wat er nu gedaan moet worden? Tja, er is niet veel wat ik kan doen. Maar ik stel tenminste vragen, nietwaar? Bijvoorbeeld, hoe lang kent u Miss Carol? Een jaar of 2, 3. We zijn compagnons. Wij ontwerpen decors en kostuums en zo, weet u. Ja, ja, ik heb over u gehoord, geloof ik. Tony en ik zijn compagnons. Ik heb de hersens en Tony heeft de energie. Ik ben vergeten wie het geld heeft, maar ik ben dat zeker niet. Dus ik sta van je te kijken. Hoe je daar zo hele verhalen kunt zitten afsteken, dat gaat mijn begrip te boven. Ik snak naar sigaret. Ze liggen geloof ik op het toneel. Oh, ik ben bang dat het helaas vindt. Ja, neemt u mij niet kwalijk. Maar ik vind dat u moet proberen Miss K niet al door aan de ergste mogelijkheden in deze affaire te herinneren. We willen haar toch niet van angst laten sterven, wel? Voor mij part beschouwen we het als een nieuw soort gezelschapsspelletje. U mag er erg graag. Laten we daar niet op ingaan. Nou, mijn best. Vertelt u eens, komen dit soort dingen vaak voor? Dreigbrieven? Ja. Oh, vaker dan u denkt. Dat is een feit. En wat is dan gewoonlijk de verklaring? Oh, een grap. Practical joke. Maar een brief waarin met de dood wordt gedreigd. Ja, ja, en toch blijkt dat gewoonlijk ook een grap te zijn. Of het werk van een of andere geschifte kwiebes. Ik geloof, inspecteur, dat die kwalificatie op de meeste van mijn kennissen past. Miss K, ik hou deze brief maar bij me als u er niets op tegen hebt. Mm-hmm. Palaver. Ik vraag me af wat hij daarmee bedoelt. Hij bedoelt volgens mij de bespreking van vanavond. En niet eens zoveel mensen weten daarvan af. De bespreking van vanavond? Ja. Binnenkort zal het in deze schouwburg krioelen van de mensen. We hebben een bespreking over de ontwerpen voor een nieuw stuk. Oh, verwacht u veel mensen? Nou, eens kijken. Dan hebben we Rex Barkley, de regisseur en producer. Dan komen er Millie Edgerton en Delia Mitchell, actrices. Ja, ja, ja. En nog iemand? En Philip Benson, de acteur, weet u. Ze hebben allemaal een Broadway gespeeld in 3 Dochters. Nou, u moet ervan gehoord hebben. Rex Barkley had regie. Oh, dus ze zijn allemaal kort geleden uit New York teruggekomen. Nog iemand anders? Nee, dat zijn ze. En waarom komt u vanavond met z'n allen bij elkaar? Er zal een soort bespreking worden gehouden over decors en kostuums voor de Londense productie. Tony en ik hebben de ontwerpen voor het stuk gemaakt. De première vindt in deze schouwburg plaats over 4 weken, met bijna dezelfde bezetting als in New York. Oh ja, in het Avondblad stond dat Delia Mitchell in Londen de vrouwelijke hoofdrol zal overnemen. Ja, dat hebben we gehoord. Wanneer is het gezelschap uit de Verenigde Staten teruggekomen? Ruim een week geleden. Nee, wacht eens even. Rex, de regisseur, is achtergebleven om nog een paar dingen af te wikkelen. Hij is pas gisterenmorgen om 8:30 in Engeland aangekomen. Oh, en u heeft zich gisteren met hem in verbinding gesteld om hem te vragen vanavond te komen? Wel, nee. Ik heb niks van hem gezien of gehoord na zijn aankomst. Nee, een dag of 4 geleden telegrafeerde hij vanuit New York om te vertellen wanneer hij terug zou zijn. En hij vroeg me de anderen op te scharrelen. Oh, en ze te vragen vanavond naar de Schouwburg te komen? Ja, dat deed ik. Ik heb ze allemaal opgebeld en de afspraak gemaakt. Een dag of 4 geleden. Dus de persoon die deze bijeenkomst heeft gearrangeerd,
is in feite Mr. Barkley. Juist. Wat die fans aangaat, staat u op goede voet met ze? Natuurlijk. Ik heb Philip Benson maar een keer of twee ontmoet, maar hij is de aardigste man die je maar denken kunt. Millie Edgerton ken ik al lang, ik ben erg dol op haar. De kleine Delia Mitchell heb ik zo'n moeder, kan me niet herinneren waar. Oh, en Rex ken ik al even. Oh, door het vak? Ook al buiten. Is dat even mooi gezegd, ze hebben alleen maar een jaar of drie samen gewoond. Ik heb nog één vraag. Weet u of een van de mensen een schrijfmachine bezit? Kom nou, inspecteur, ik zat op mijn vrienden niet beschuldigen. Nou, weet u het, meneer? We hebben niet het flauwste idee, inspecteur. Ik geloof niet dat ik nog iets anders heb. U weet waar u me bereiken kunt als u me nodig heeft. Ik bedoel, als u nog iets anders te vertellen heeft. Lekkere lucht in zulke gebouwen. Zeker schmink, hè? En lijm en verf. Ja. Merkwaardig soort bestaan. Ja, ja. Nou, goedenavond, Miss Carr. En niet bang zijn. Goedenavond, inspecteur. Dank u wel. Goedenavond, meneer. Ik laat u even uit. Onder ons gezegd, inspecteur. Dit is toch geen grapje wel? Er is feitelijk maar één persoon die daar het juiste antwoord op kan geven. Lijkt u niet? Wat zou u ons aanraden, inspecteur? Mijn raad, Mr. Wallace, is hysterie vermijden. Hysterie vermijden, dat is ook leuk. Waarom ga je nou niet zitten en een beetje relaxen? Jij bent me ook al mooi om zo te praten. Je hebt me bang gemaakt voor mijn eigen schaduw vanaf het ogenblik dat ik die brief genoemd heb. Trouwens, ik kan niet gaan zitten. Om mijn haar doen. Ik moet er nou wel uitzien als drie heksen bij elkaar. Je ziet er magnifiek uit. Dat weet je heel goed. Moet je nou verliefd doen? Liz, kijk me eens aan. Ik kijk je aan. Je staat gewoon te smachten van liefde. Het spijt me, lieverd, maar je deed zo vreselijk serieus. Hart als een spijker, O, hemeltje, nou heb ik zijn hart gebroken. Weet je, al draag jij ook een uilenbril en doe je nog zo zakelijk. Je bent erg, erg jong. En ik ben erg, erg oud. Bovendien ben ik verliefd op mijn werk. Op Londen, op mijn vrienden, in mijn flat. Op figuren uit oude ballades en op geestverschijningen en op mijn eigen gelaat in de schemer. Ja, is van Roepelbroek het laatste, herinner je hem nog? Ik zal proberen niet meer over de kwestie te praten. Ga jij aan, maar kammer. Tony, waarom weet jij zo zeker dat degene die de brief heeft geschreven vanavond hier komt opdagen? Ja, dat ligt er voor de hand. En laat ik je dit zeggen. Of het nou een geintje is of niet, ik ga uitzoeken wie van hen het geweest is. Hoezo? Ze zijn maar met z'n vieren. Ik ga ze nauwkeurig observeren. En dat doe jij ook. Ach, wat onzin. Ja, we luisteren naar ieder woord dat ze zeggen. We kijken naar iedere beweging die ze maken. Wie het dan ook zijn mag, vroeger of later geeft hij zich bloot. Waarom sla je ze niet in de boeien in een van de kleedkamers totdat er eentje bekend? Goeie hemel, Liz. Denk je nou heus dat die inspecteur het zo grappig vond? Ik kan maar beter open gaan doen. Nee, daar komt niks van in. Als iemand mij wil vermoorden, laat ik hem liever zelf binnen. Hallo, Elizabeth, liefje. Ben ik de laatste? Niks hoor, de tweede. Nou, je ziet er charmanter uit dan ooit. Ben je opgewonden? Vreselijk opgewonden. Ach, Elizabeth, dit is heerlijk. Heerlijk. We hadden geen beter theater kunnen vinden, hè? Niet te groot, niet te klein. Perfect. Wat roept dat ineens een herinnering op? De laatste keer dat ik hier een hoofdrol speelde was in 51. Ja, ja. Enig theater. Ja, dat is het. Zeg, drank staat in de foyer. Prachtig. Nou, Tony, hij schijnt goed in vorm te zijn. Ja. Tony, alsjeblieft, begin geen kruisverhoor met Philip. Als je het toch doet, word ik vreselijk boos. Misschien geef je de voorkeur aan dat ik hem op de mannen vraag. Heb jij dan nog nooit een flinke vuist in je gezicht gehad? Zeg, Rex heeft geboft, hè, dat hij dit theater heeft gekregen. Voor zover ik weet zaten er vier gezelschappen op de azen. Oh, goedenavond, meneer. Tony Wallace, ja, een compagnon ken je nog niet, wat? Philip Benson. Erg prettig kennis met u te maken, meneer. Ja, ik heb begrepen dat u een soort genie bent, hè? En zo'n jonge man nog. Ik heb uw decors van Koning Lear gezien. Wat was het ook weer? Opmerkelijk, ja, ja. Kon er geen touw aan vastknopen. Zeg, Liz, hoe gaat het met jou? Dat moet, nou lieve hemel, dat moet wel een 12 maanden geleden zijn dat wij elkaar voor het laatst gezien hebben. Ja, heel minstens, waar. Ja, ja. Ik herinner me wel dat jouw haar toen een beetje netter zat. Verbaas me niks. Ik laat je dadelijk alleen om het op te knappen. Heb je het prettig gehad in uw werk? Onbeschrijfelijk. Je hebt natuurlijk de kritieken gelezen. Oh, elk woord. Zeg, Elizabeth, er is toch geen verandering gekomen in de plannen voor vanavond, wel?
Ze komen hier toch allemaal om 9:30, hè? Niet beter te weten, ja? Waarom? Nou, een paar uur geleden kreeg ik een telefoontje van Rex. Hij vroeg of ik van plan was om te komen, hè? Toen zei ik ja. Toen zei hij, slof je maar niet te veel uit, ouwe jongen. Net zo. Hey. Ik zeg, wat bedoel je? Ja? Oh, zegt hij, ik geloof niet dat het een kwestie van leven of dood is als jij erbij bent. Dus mocht je iets anders te doen hebben... Wat raar. Ja, ja. Toch meen ik te weten wat er aan de hand is. Tenminste, ik heb zo'n vermoeden. Nou, ga door. Ga door. Huh? Schiet jij nou maar op, liefje. Dat vertel ik allemaal later wel. En alsjeblieft, trek dat rare geval uit, hè. Ik krijg er pijn van in mijn ogen. Of ben ik grof. Onvergeeflijk. Maar ik zal het uittrekken om je plezier te doen. Dit blijf ik mijn werkplunje te noemen. Ach. Bij de konijnen af. Amuseer je. Charmant vrouwtje. Charmant, meneer Wallace. En begaafd ook. Wat haar tot een zeldzaamheid maakt. Hebt u zich ooit die merkwaardige stilte in een leeg theater gerealiseerd? Zelfs overdag. Mijmerend in zijn eigen kleine toverwereld, ver van alle lawaai. Weet u, ik heb een flat en ik geloof dat u het Mayfair zou noemen. Bekend, ja. En soms kan ik het mezelf nauwelijks horen denken. Maar al te vaak ben ik genoodzaakt om naar de klap te gaan om een correspondentie af te doen. Dat meen ik werkelijk, hoor. Ja, ja. Ik heb wel eens 10 minuten met de pen in de hand gezeten zonder 1 woord op papier te zetten. Ik gebruik zelf altijd een schrijfmachine. Oh, afschuwelijk zeg. Ik kan die dingen niet uitstaan. Nee. Ik heb al zo'n goede 20 jaar een vulpen. Ik zou niet zonder kunnen. Nee. Kan ik me voorstellen. Nee. Vergis ik me of bent u een beetje zenuwachtig? Oh, sorry. Daar komt nog iemand aan. Ben ik erg laat? Ik ben Millie Edgerton. U bent zeker Tony Wallace? Oh, maar natuurlijk bent u het. We hebben elkaar al eens eerder ontmoet. Wat dom van me. Hoe maakt u het? Zeg, is Rex er niet? Nog niet, nee. Kom hier, ouwe dibbes, en praat niet zoveel. Philip, jij ouwe deugniet. Hoe gaat het ermee? Fijn je weer eens te zien, Millie. Ik heb geen oog dicht gedaan sinds wij elkaar voor het laatst hebben gezien, weet je wel. Oeh, is het niet onuitstaanbaar? Het is pas 3 dagen geleden dat we elkaar voor het laatst gesproken hebben. Maar kom, vertel me eens. Zeg, Mr. Wallace, waar zijn onze beeldige kostuums? Ik kan gewoon niet afwachten dat we ze te zien krijgen. Tja, ze bestaan voorlopig natuurlijk pas op papier. Maar ze zijn toch beeldig, hè? Nou, ja... Kom nou, een kunstenaar mag nooit bescheiden zijn. Heb jij ze gezien, Philip? Nee, dat heb ik niet, nee. Alles wat ik zeggen kan is, ze mogen een stuk minder dan beeldig zijn... om nog altijd beter te wezen dan de prullen waarmee we het in New York hebben moeten doen. Ik zwijg in 7 talen, maar dit wil ik je wel zeggen, ze waren beslist foei lelijk. Oh, zeg, wat spannend, hè? Met een goed decor en mooie kostuums moet het je vast en zeker inslaan. Denk je niet, Philip? Jij weet wat ik denk. Ik denk dat een zeker dametje de show zal torpederen. Delia kon best een enorm succes blijken te zijn. Ach, kind, ze zullen dan van het toneel lachen. En Rex zal een hoop geld verliezen. Ik ben niet bepaald de beginneling in het vak, Millie. En ik zeg je dat hij een strop zal halen. Daar ginds in New York zit Marjorie Farrar, staat over de oren en wepende kritieken. Dat weten we, liefje. En Rex wuift haar kalmpjes AD en contracteert dat vulgaire kleine loeter. Ik hoop dat geen vriendin van u is, meneer Wallace. Helemaal niet. Ik wou dat u de creatie had gezien die Marjorie Farrar weggaf. Heb jij ooit iets dergelijks gezien, Millie? Millie. Sorry. Wat zei je daarnet? Heb je weer een van je mediumieke buien? Goeie hemel. Nou, u zult heel wat met haar te stellen hebben, meneer Wallace. Ze is een gefrustreerd medium. Spot er niet mee, Philip. Toen al. Ja, er hangt een sterke sfeer van... Hoe is het er, mijn liefje? Het is even geleden dat ik jou gezien heb. Ik hoop werkelijk dat je hier geen Amerikaans accent hebt aangewend. Laat je eens goed bekijken. Wat is er? Wat heb ik gezegd? Liz, er is iets. Er is iets verschrikkelijks hier. Waar praat je toch over? Liz, er hangt een afgrijzelijk duister om je heen. Je weet wat het is, nietwaar? Ja. Wil je er me wat over vertellen? Ik heb een anonieme brief gekregen met de middagpost. Wat beroerd, zeg. Hij was ondertekend met... een vriend. Er stond in, veel plezier met je palaver op woensdagavond. De donderdag haal je toch niet meer. Daarvoor zal ik zorgen. En je gelooft niet dat het een grap is, hè? Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Ik had me vast voorgenomen er niet over te piekeren, maar... Ach kom, alleen maar wat melodramatische onzin. Je moet het niet zo serieus opnemen. Ik dacht dat ze dat wel moest doen. Wat? Doe niet, doe nou. Denkt u soms dat ik Elizabeth's leven heb bedreigd? Of ik soms.
Dat zou best kunnen. Ja, misschien wilt u ons dan vertellen wie van ons twee u verdenkt. Luister eens even, hier allemaal. Ik wil er geen woord meer over horen. Als ik het slachtoffer ben geweest van iemands primitieve gevoel voor humor, laten we het laten. Alsjeblieft. Waar is het feest? Oh, daar heb je Rex. Ga je het hem vertellen? Nee, laten we niemand denken. Hoe staat het met jou, Liz? Alright? Prima, Rex. En met jou? Oh, nog steeds de oude. Aangevreten door zorgen, goedkope rode wijn. Ha, die Willy. Hoe gaat het, Philip? Hallo, Rex, lieverd. Hoe staan de zaken, Rex? Zo, Tony, en wat heb jij voor ons gefabriekt? Iets wat geen oog nog heeft aanschouwd? Ik denk dat het je wel zal bevallen. Fijn. Oh, wat is dat, Liz? Een roos voor mij? Ja, een kleine attentie bij wijze van welkom thuis. Liz, wat een charmant idee. Is dat niet enig, die? Beelden. Nou, laat eens kijken. Wie ken je niet? Tony en ik zijn... We zijn elkaar wel eens tegengekomen, als ik het wel heb. Nou, dat klinkt interessant. Daar moet je wel later eens wat van vertellen. Gefeliciteerd met je verloving. Ja, jij ook, Rex. Dank je. Oh, dank jullie wel. We worden het gelukkigste stel van de wereld. Natuurlijk doen we dat. Nou, wie hebben we verder? Millie. Ken je Millie? Natuurlijk heb ik haar herkend. U speelt de rol van mijn mama, nietwaar? En Liz. Je kent ongetwijfeld Liz, hè? Natuurlijk ken ik haar. Ik vind het enig dat jij die rol gekregen hebt. Wordt vast en zeker een groot succes. Oh, wat schattig van je. En dit is Philip Benson. Ik zie, Philip, dat je toch maar besloten hebt om van de partij te zijn. Oh, ik zou dit voor geen geld hebben willen missen. Nee. Die, mag ik je onze mannelijke hoofdrol voorstellen? Dit zal een hele belevenis voor me zijn, Mr. Benson. Voor ons allemaal. Oh, wat schattig. Oh, is die niet één? Ja, hij is een prachtvent. En jullie zullen geweldig met elkaar op kunnen schieten. Miss Mitchell, is dit uw eerste hoofdrol? Nou, in feite wel. Ach, kinderoperettes kun je moeilijk meetellen wel. Nee, dat lijkt me ook niet. Didier, jij zou je mantel wel graag kwijt willen. En je wat op gaan knappen, komt denk ik zo. Oh, wel bedankt, Liz. Zeg, Rex, lieverd, waarom hebben we deze bijeenkomst in de Schouwburg? Nou, Liz heeft hier gewerkt. Ze heeft alle ontwerpen hier. En wat heb je? Dacht je soms dat ik er een heimelijke bedoeling mee heb? Oh, nee, natuurlijk niet. Oh, is dit de kleedkamer voor de eerste actrice? Inderdaad. Oh, wat zalig. Oh, en dan te bedenken dat van alle mensen juist ik... Ik kan dat maar nauwelijks geloven. Er blijft natuurlijk altijd nog een kans dat ze maar Mr. Benson geven, is niet? Mr. Oh ja? Nou, dan moeten we het dan nog maar eens over hebben, niet? Oh, is dit jouw housecoat? Mijn liefje, waar heb je die vandaan? Van Pitchings in Bond Street. Oh, beeldig. Ja, ken je die zaak? Ze zijn tamelijk goed gesorteerd in dit soort dingsigheidjes. Oh, hij zou moeten zoenen, echt. Ik waarschuw, ik ga ermee vandoor. Ben je klaar? Maar kom, dan zullen we naar de andere gaan, hè? Luidjes, ik stel voor dat we voor ons te starten een stevig glas van een of ander lekker koud drankje nuttigen. Dat is niets ervan. We hebben werk te doen. Ik heb er net een Millie uitgelegd. Rex. Wat? Dilly heeft dorst, Rex. Goed, vooruit dan maar. Laten we naar de bar gaan. Ik heb zo'n idee dat ik eerder avond om eens meer ga drinken dan goed voor me is. Dat verbied ik je, Philip. We moeten allemaal ons hoofd zo helder mogelijk proberen te houden. Liz, komt allemaal best in orde, hoor, schat. En, Tony? Zorg je dat je geen woord ontgaat? Hm? Hou je ieders oogopslag in de gaten? Ja, Liz, dat doe ik. Nog opmerkelijke resultaten bereikt? Jij soms? Hallo? Wie is daar? Goedenavond, Miss Carr. Wie bent u? Mijn naam is Wade. Blijf waar u bent, wat zoekt u hier? Heb ik uw angst aangejaagd? Ik ben John Wade. Dierlijk is impresario. Ja? Wij hebben nog niet eerder kennis gemaakt. Nee, ik geloof het niet. Dierlijk vertelde mij over deze bijeenkomst. Ze dacht dat het misschien goed zou zijn als ik langskwam. Ik hoop dat u er niet op tegen bent. Helemaal niet. Wilt u niet verder komen? We zitten in de foyer. Dank u. Oh, John, daar ben je toch nog wat enig. Goedenavond, Wade. Goedenavond, Rex. Je vindt het toch niet erg dat ik mijn neus in jullie zaken steek? Helemaal niet. Luidjes, dit is mijn impresario John Wade. Heel aangenaam. Miss Atherton, Mr. Benson, Mr. Wallace. Prettig kennis met u te. Ik hou wat te drinken. Nou, kom mensen, we hebben vanavond nog heel wat werk voor de boeg. Afgezien van het bespreken van de decors en kostuums heb ik een paar coupures en veranderingen voor jullie in petto. Ik zal je even een handje helpen. Bedoel je dat het stuk herschreven is? Ah, nee, niet. Niet zijn een paar veranderingen hier en daar. Oh.
Ja, het gaat hoofdzakelijk om jou, Philip, en om Millie tot op zekere hoogte, maar niets drastisch, voel je? Ja, waarom is het dan nodig? Heeft de schrijver er nog eens over nagedacht? Nee, zeker niet. Hij weet er nog niks van. Ik heb het zelf gedaan. Meest heb ik tijdens de vliegtocht bedacht. Ja, ik had er wel rempel tijd over voor. In Gender hebben we 8 uur gestaan met motors door. Ja, ik heb er nogal wat aan gedaan, omdat we ons moeten realiseren dat Delia hier niet helemaal hetzelfde type is als Marjorie Ferrars. Heel juist opgemerkt. Nou, 1 of 2 dingen zullen we op een andere manier moeten doen. Dat is alles. Laten we nou eerlijk wezen. Marjorie is oud genoeg. Alrighty. Ik zal de details wel bespreken als het zover is. Oh. Alsjeblieft, Philip. Hier is de tekst. Dankjewel. Nou, dat zal op een hoop extra repetities uitdraaien. Goeie hemel, voor zover ik weet hebben extra repetities nog nooit iemand kwaad gedaan. Met Delia zouden we toch in elk geval hebben moeten repeteren. Natuurlijk. Je hebt er geen bezwaren, hoop ik. Nou, snap ik waarom je mij er vanavond niet zo graag bij wilde hebben, hè? Luister nou eens even, Philip. We zijn een prettig stel mensen, waar of niet? Heb je ooit een troep meegemaakt die zo zonder herrie onder elkaar werkt? Laten we het zo houden, hè? Alsjeblieft. Voor de bespied. Oh, wat wou je, Wallace? Ik dacht dat ik hier iets hoorde, sorry. Waarom zou er hier niet iets te horen zijn? Wat heb je toch? Je bent helemaal overstuur. Me dunkt dat ik daarvoor reden heb. Wat denkt u eigenlijk dat er precies gaat gebeuren, Mr. Wallace? Ach, doe niet zo zot, er gaat niks gebeuren. We bekijken Tony's schattige tekeningetjes en oma Rex zal ons vertellen hoe hij alle dialogen veranderd heeft. We drinken een paar drankjes en dan maken ze samen ruzie over wie me naar huis mag brengen. En ik zal het zalig vinden. Lunchen we morgen samen, Tony? Hm? Ter ere van die goede oude tijd? Nee, dank je. Mr. Wallace? Wat u verwacht dat er gebeuren zal, heeft dat iets met die te maken? Waarom vraagt u haar zelf niet? Mevrouw die, wat is er aan de hand? Ik zeg geen woord. Het is een diep geheim. Goed, laat mij jou dan eens iets vertellen. Als jouw impresario ben ik sterk tegen elke bindende overeenkomst met Rex Barkley. Wat denk je van een huwelijksbinding? Och, kindje, overdrijf het niet. Je begint een tikkeltje ouderwets te worden, weet je? Verveel ik u, Mr. Wade? Af en toe wou ik wel dat je dat deed. Zal ik jou eens vertellen wat jouw positie is? Hm? Ik heb je graag om me heen. Maar als de gang van zaken je niet bevalt, dan kun je ophoepelen en ergens anders impresario ook spelen. Maar dat zul je toch niet doen. Hm? Waar zijn jullie? Ik heb nou geen last op te morsen. Ik geloof dat jij beter kunt opkrassen, Wade. Denk je dat? Eruit. Dat is niet erg beleefd, wel. Ik dacht dat dat Miss Carr's avondje was. Het is niemands avondje. Maar zelfs als dat wel zo was, dan zou jou dat nog niet het recht geven zoenspelletjes met mijn verloofde te spelen. Oh, zijn we niet een heel klein pieteltje kinderachtig? John en ik zijn goede vrienden. Dat weet ik, ja. Je moet niet tegen me snauwen, liefje. En je moet niet grof zijn tegen John, want hij is mijn impresario. En ik wil hem hierbij hebben. Ach, laten we toch volwassen doen, alsjeblieft. Uitstekend. Maar laten we niet te volwassen doen. Trouwens, Rex, we waren toch al aan het afscheid nemen. Rex, het spijt me, maar dit is meer dan schandalig, hè? Wat zei je, ouwe jongen? Ik kon er zeker niet serieus van plan zijn hiermee door te gaan. Het is onder andere omstandigheden al erg genoeg om met een vrouwelijke hoofdrol zonder ervaring te moeten werken. Maar als je dan ook nog alle fut uit het stuk haalt, opdat zij zich vooral maar niet belachelijk zal maken, dan de kapper ik ermee. Je bent het niet eens met de veranderingen? Wat veranderingen? Een ogenblikje, Mr. Bennet. Het is goed, die. Het is niet goed. Waarom is het erg genoeg met mij te moeten werken, Mr. Benson? Die luister nou. U treft geen blaam, Miss Mitchell. Oh, dank u zeer. Jullie houden allebei je mond. Zou het niet beter zijn als jullie allemaal een beetje kalmer aan deden? Dat wil je dan wel zeggen. Ik zou er een maand gage voor over hebben als ik mijn contract kon verbreken. In plaats van deze travestie te moeten spelen. In plaats van met mij te spelen, bedoelt u? Als dat betekent een prachtig script verknoeien, ja. Oh, durft u. U weet niets meer af. U heeft me nog nooit zien werken. Wie heeft dat wel? Ah! Rustig, die. Als je temperament voor wil worden, doe dat dan liever niet op mijn kosten. Op hetzelfde moment dat hij me zag, was hij alvast een plan bezwaren tegen mij te hebben. Alright, verander geen lettergreep. Ik zal het zo spelen als ze de broodtee gedaan hebben, woord voor woord. En waar wilt u dan in 4 weken tijd de nodige ervaring op doen? Oh, er is geen reden grof te worden, Philip. Er is alle reden. Jij hebt er een hoop geld in gestoken en ik heb een naam te verliezen. Kom, Philip, ga zitten en kalmeer een beetje. Ik wil niet kalmeren. Dacht je soms dat ik dat allemaal in koele bloed heb gezegd? Klets, ik heb mezelf flink moeten oppeppen. Delia, ga zitten. Oh. Tony, geef ons allemaal wat te drinken, wil je? Voor mij sinaasappels. Ja, dat is goed, ja. Soms vraag ik me wel eens af waarom ik ooit in dit vak gegaan ben. Ja, ik ook. Nou, luister eens. Het eerste wat we duidelijk moeten stellen is dit. Jij kent het stuk van binnen en van buiten, Philip. En ik neem aan, Delia, dat jij er tamelijk vertrouwd mee bent. Nou, vraag mij maar niet. Ik ben niet anders dan een debiele kind. Goed dan. Oh. Om te beginnen moeten we als vaststaand accepteren dat Delia een ander type is dan Marjorie Ferrars. En hoe? Delia is jonger, ze is kleiner, ze heeft niet zo'n dominerende persoonlijkheid.
Zijn jullie het daarmee eens? Goed. Nou dan, Philip, kun jij één enkele reden bedenken waarom de... Rex! Huh? Ja, wat is er? Heb jij soms het script gelezen? Nee, Rex, het gaat helemaal niet om het stuk. Het is heilig ernst. Je genade. Om te beginnen heeft iemand Liz verteld dat ze vannacht vermoord zal worden. Ben je gek geworden? Dit is toch geen ogenblik om... Iemand heeft er een anonieme brief gestuurd. Ik geloof dat je er weer goed aan doet de politie te roepen, liefje. Wat bedoel je? Tony Wallace heeft een revolver in zijn zak. Ik ben blij dat u het leuk vindt, Miss Mitchell. Je kunt toch niet de volle ernst menen dat Tony mij wil doodschieten? Ik zei je toch dat hij een revolver heeft? Ik heb mijn hele leven nog niet zoiets idioots gehoord. Hoe weet je dat hij een revolver heeft? Ik ben lang genoeg aan het toneel om te weten wat voor een bobbel een revolver maakt in de zak van een Colbert. Ziezo, daar ben ik weer. Ik geloof dat ik voor iedereen gezorgd heb. Is er iets aan de hand? Jij weet toch van die brief af die Liz gekregen heeft, nietwaar? Oh, heeft het je verteld. Heb jij de een of andere revolver in je zak? Nee. Ik geloof dat het beter is als ze er zeker van zijn. Je bedoelt dat je me wilt fouilleren? Doe Rex, alsjeblieft. Ik zal dit grondig uitzoeken. Ik wou dat je eerder iets gezegd had, Liz. Het is allemaal verrekt vervelend. We willen de politie liever niet over de vloer hebben, maar als de een of andere idioot een dreigbrief heeft geschreven... Wij hier zijn de enige mensen op de wereld die afweten van deze bespreking. Wie die brief ook geschreven heeft, die persoon moet zich nu onder ons bevinden. Nou, dat is ook een toestand. Wie heeft dat verrekte ding geschreven? Het is meer dan een geintje, moet u weten. Luister eens even hier. Laten we met onze voeten op de grond blijven. Eén van ons heeft een stomme grap uitgehaald en die is ver genoeg gegaan. Laten we er nou mee ophouden, hè? Laten we opbiechten en wat werk gaan verzetten. Wie heeft die brief gestuurd? Nou, kom, vooruit nou. Als de betrokkenen zich bekend maakt, dan spreken we af dat we er niet meer over praten. Geen verwijten, geen kwaaie gezichten. Dan is het een lolletje geweest en daarmee basta. Nou, kom. Wie is de dader? Om de waarheid te zeggen. Ik. Huh? Tony. Kijk je er gek van op? Weet je het wel heel zeker, Tony? Heel zeker. En jij deed het voor de grap? Natuurlijk. Ik hoop dat jij beseft hoe gevaarlijk zulke grapjes kunnen Stop, zijn. Stop, Philip. We hebben gezegd geen verwijten. Laten we het daarop houden. Ja, verdorie naartoe. Hij zal tenminste toch zoveel fatsoen hebben dat hij zijn excuses aanbiedt. Oh, wat is dit voor een toestand? Natuurlijk. Ik verzoek u allen een van deze drankjes te willen aanvaarden bij wijze van onderdanige en oprechte verontschuldiging. Hier is jouw glas, Liz. Dank je. Het was meer dan idioot van me. Vergeef je me? Tuurlijk. Nou, cheers. Gezondheid. Oh, geef mij dat glas, Liz. Hm? Nou, dat is de beste grap van allemaal. Is er iets mis met Liz dat drankje? Je wilt toch niet zeggen dat... Rex? Blauwzuur. Nee. Liefje, ga zitten of zo. Philip, ja. Bel me liever Scotland Yard op. Ja. Nou, Wallace? Het is niet waar. Ik heb hem niet geschreven. Ik heb hem niet geschreven. Daar zullen we het straks wel over hebben. Allereerst zou ik graag eens willen zien wat jij in je zakken hebt. Goed. Goed. Ik heb er al over. En je kunt hem krijgen. Daar. Zie je nou? Goed zo. Gelukkig. Ik denk dat we ons nu allemaal meer op ons gemak... Hoe zegt u? Hughes? Ja, bent u dan de inspecteur die al eerder op deze avond is hier geweest? Nou, dan moet u eens even luisteren. All right, Philip, geef maar hier. Alsjeblieft. Hallo, mijn naam is Barclay. Me dunkt dat het beter is als u nog eens langskomt als u een ogenblik de tijd heeft. Nee, niet zo heel erg dringend, gelukkig maar. Daar heeft ze nog een kleinigheidje voor gedaan. Wel, wanneer u wil, kijkt u zelf maar. Dank u, tot ziens. Hallo. Is er iemand? Oh, hallo, inspecteur. Oh, u bent zeker... Dit is inspecteur Hughes, Millie. Hm. Miss Edgerton, inspecteur. Aangenaam. En, iets nieuws? Heeft Mr. Barclay u dat niet verteld? Maar wat van meende dat ik nog maar eens binnen moest vallen? Hij heeft het dus niet over dat afschuwelijke vergif gehad. Vergif? Ja, er is een aanslag gepleegd op het leven van Miss Carr. Waar is Mr. Barclay? Hij heeft een bespreking, de grens. Zo. Zou u hem even willen roepen? Ik ga wel. Is met Miss Carr alles in orde? Alles. Ze slaapt in de kleedkamer. Het was nogal een schok, dat begrijpt u. Wie waren er bij? Nog wij allemaal, plus John Wade. Lilia's impresario. Maar hij was er al vandoor. Oh ja?
Inspecteur, er zijn een paar dingen die u weten moet, dunkt me. Die zijn er zeker, daar hoeven we niet aan te twijfelen. Als ik u was, zou ik niemand op zijn woord geloven wat de dingen aangaat die hier vanavond gebeurd zijn. Ik kan het u nog sterker vertellen, Miss Edgerton. Ik geloof nooit iemand op zijn woord, onder welke omstandigheden dan ook. Oh, bent u daar? Hoe was de naam ook weer? Hughes, inspecteur van de recherche. Juist. Ik ben Rex Barclay. Nou, dan kunnen we nu maar het beste spijkers met koppen slaan, vindt u niet? Ik heb zo'n idee dat we dat te lang geleden hadden moeten doen. Hoezo? Waarom heeft u mij niet verteld dat er een aanslag op Miss K's leven gepleegd is? Omdat ik niet wou dat we hier overlopen werden door politie en krantenmensen, daarom. Niemand is er dood en er is geen reden tot paniek. Laten we de zaak rustig oplossen en uit de kranten houden, wat het ook is. Daar staat u voor mijn geld op het spel. Ik heb nooit geweten, Mr. Barclay, dat mensen in uw vak bang waren voor publiciteit. Er is verschil tussen echte publiciteit en een ruil. Ah, juist, ja, ja. Ik zou graag even telefoneren. Kan ik dat ergens alleen doen? Ja, wat wilt u versterking laten aanrukken? Daar vlak achter de gordijnen hangt een telefoon. Achter op het toneel. Apropos, wat voor vergif was het? Blauwzuur. Hoe werd het toegediend? In het drankje van Liz. Hoe is het erin gekomen? Het is in de fles met vruchtensap gedaan. Zo, zo. Ik heb zo'n idee dat ik die vent niet zal mogen. Ja, en ik heb zo'n idee dat hij de pest aan jou zal krijgen. Hoe staat het met Liz? We moesten haar maar liever wekken, dunkt me. Nou, later wij ze eerst te stakken. En wat ga jij de inspecteur vertellen, Wallace? De waarheid. Een volledige bekentenis? Ik geloof dat u beter voorzichtig kunt zijn, Mr. Barclay. Maar ik ben voorzichtig geweest, nietwaar? Ik heb je revolver. Blauwzuur en een revolver. Is er soms nog iemand in het bezit van zo'n voorwerp? Misschien is het beter als u eerst iets over die revolver hoort, inspecteur. Och, als dat er iets mee te maken heeft, hoor ik het te zijn altijd vanzelf. Op dit moment wil ik hem alleen maar bij me steken, als ik mag. Alsjeblieft. Dank u. Juist. Wel, beste mensen, misschien wilt u er allemaal uw gemak van nemen, terwijl ik een praatje maak met Mr. Barclay. All right, natuurlijk. We wachten wel achter de coulissen. Weet je zeker dat je van daaruit goed genoeg kunt horen? Naar ik meen, heeft u deze bespreking zelf gearrangeerd? Ja. Wanneer hoorde u van die dreigbrief? Nou ja, niemand heeft er bij Delia of met mij over gesproken eer het tot een crisis kwam. Hoe kwam het tot een crisis? We ontdekten dat Tony Wallace die revolver in zijn zak had. Ja, maar hoe kwam het daardoor tot een crisis? Maar goede genade, we realiseerden ons dat hij van plan was Liz dood te schieten. Oh, dat zou een toer geweest zijn. Waarom? De revolver is niet geladen. Hè? Huh? Had hij hem in zijn zak? Ja, ik heb hem zelf afgenomen. En toen vertelde hij ons dat hij die brief had geschreven. Zo, zo, zo. Heb ik gelijk als ik denk dat hij, laten we zeggen, verliefd is op Miss Carr? Geen idee. En dat u zelf vroeger met haar hebt samengewoond? Jawel. U bent natuurlijk nog steeds bevriend. Zeker. All right. Dus, Mr. Wallace bleek een revolver bij zich te hebben. Wat gebeurde er toen? We kregen allemaal wat te drinken en toen zat er vergif in het glas van Liz. Wie heeft er ingeschonken? Tony Wallace. Juist. Wat voor dranken waren het? Oh, whisky, sherry, er was geen gin. Liz kreeg vruchtensap, ze drinkt geen alcohol. Oh, en niemand anders vruchtensap in zijn drankje? Doet u vruchtensap in uw sherry? Heeft Mr. Wallace de glazen rondgedeeld? Ja. Miss K wou net een slokje nemen toen ze een vreemd luchtje rook. Ik hield er tegen toen ze wou drinken. Oh, u lette speciaal op haar, hè? Nee, ik keek toevallig naar haar. Hoe wist u dat het blauwzuur was? Ik heb medicijnen gestudeerd. Om u de waarheid te zeggen, heb ik 5 jaar lang gepraktiseerd voor ik aan het toneel ging. Ik ken blauwzuur. Oh, het wordt dus in een huisartsenpraktijk veel gebruikt? Nee, natuurlijk niet. Maar elke huisarts zal u kunnen vertellen. Wat dronk Mr. Wade? Niets. Hij is helemaal niet in de buurt van de drank geweest. Huh. Waarom zou volgens u Mr. Wallace Miss Carr willen vermoorden? Tja. Kunt u zich indenken dat iemand anders hier vanavond dat zou hebben willen doen? Nee, dat kan ik niet. U heeft niet toevallig die brief geschreven? Heel zeker niet. All right. Nou, wat gebeurde er na die vergiftigingspoging? Niets. Ik belde u op en toen gingen we door met onze bespreking over de kostuums voor mijn voorstelling en zo. Waar, hè? Daar ginds in de foyer. Wat waren de andere dingen die u besproken heeft? Technische kwesties. Daar heeft u toch geen verstand van. Oh, probeer het dus. Nou, ik moest het script wat omwerken omdat Miss Mitchell een ander type is dan de actrice die op Broadway de rol gespeeld heeft. Ja, juist. Het kwam hierop neer dat u haar tekst veranderd heeft. Een beetje. En de tekst van de ander ook, om te zorgen dat de samenhang bewaard bleef. Hier en daar, ja. Ja, nou, dat kan ik begrijpen. Wat vonden de andere leden van de troep ervan? Die hebben niets in te brengen. Dus ze waren er tegen? Ik zie niet in wat dat met de zaak te maken heeft. Maar ik ook niet.
Maar laten we ons die vragen stellen. Wie had er bezwaren? Philip Benson. Hij heeft zich in zijn hoofd gezegd dat het stuk geruïneerd wordt, maar de kern van de zaak is dat hij Delia niet mag. Ah. Nou, dan dank ik u wel, Mr. Barkley. Voor het ogenblik heb ik geen verdere vragen. Is er nog iets wat u mij zou willen vertellen? Voor zover ik weet niet. Het is altijd verstandig geen inlichtingen achter te houden, weet u. Dat weet ik. Nou dan, daar u Mr. Wallace verdenkt, kon ik het best maar eens een woordje met hem wisselen. Mr. Wallace? U wilt hem onder vier ogen spreken? Bedoelt u dat u graag zou willen blijven om te horen wat hij te zeggen heeft? Ja. Voor mijn part. Zou voor u misschien heel interessant kunnen zijn. Ik ga hem halen. Het is mijn beurt, nietwaar? Mr. Wallace, ik ben bang dat u in grote moeilijkheden zult raken. Hoe is het u gelukt een vergunning voor deze revolver te bemachtigen? Ik heb er geen. Nee? Ik zal procesverbaal tegen u opmaken. Mensen die zonder vergunning een vuurwapen bezitten, vormen een bedreiging voor de samenleving. Gaat u zitten, alstublieft. U heeft er vanavond heel vreemd gedragen. Ooit padvinder geweest? Hoe bedoelt u? U heeft vanavond echt padvindertje gespeeld, waar of niet? Toen Miss Cario belde, heeft u uw kostbare revolver uit de laar, of waar u hem ook bewaard, gegrist. En u bent hierheen gehold om haar te verdedigen tot uw laatste druppel bloed. Is dat juist? Zo maakt u het belachelijk. Het is meer dan belachelijk. U had niet eens patronen. De aanblik van een revolver is voldoende om de meeste mensen angst aan te jagen. Zo, dus u heeft al enige ervaring, hè? U heeft die brief niet geschreven, wel? Nee. Toch doet u aardig melodramatisch. Toen ik eerder op de avond hier wegging, toen zei ik tegen mezelf, dat jong mens gaat de hele avond voor particulier detective spelen. U had u vast voorgenomen erachter te komen wie het op Miss Carr gemunt had. Is het niet? Ja, dat is zo. Hoe heeft u dat aangepakt? Ik gaf mijn ogen en oren goed de kost. Mensen, kinders, dat was nog eens vakwerk, hè? En heeft u iets opgemerkt? Verschillende dingen. Prachtig, prachtig. Wat bijvoorbeeld? Nou, op de eerste plaats ontdekte ik dat Philip Benson geen schrijfmachine bezit. Oh, verder nog iets? Nou, toen Mr. Barkley zich druk stond te maken om van iemand een bekentenis los te krijgen. Toen kreeg ik een idee. Zomaar ineens bekende ik dat ik die brief geschreven had. Ah, juist, juist. En wat voor een bedoeling had u daarmee? Ja, ik wilde hun reacties observeren. Ik kan aan de gezichtsuitdrukking vrij goed zien wat mensen denken. Hoe weet u dat u dat kunt? Wilt u horen wat ik te zeggen heb of niet, inspecteur? Gaat u door. Nou dan, hoe zou u verwachten dat deze mensen in deze situatie zouden reageren? De onschuldigen om te beginnen, die mijn bekentenis voor waar zouden houden, zouden afschuw, ongeloof of schrik tonen. Oh ja? Ja. Maar hoe zou de schuldige reageren? Op zijn gezicht zou niets dan verwarring te lezen zijn. Hij zou gewoon overdonderd wezen. Zo, zo. Wie was er gewoon overdonderd? Mr. Barkley. Zeg, luister eens, Wallace. Ah, kalm, alstublieft. Wat is dus uw theorie? Hoe is het in zijn werk gegaan? Ik zeg niks meer. Nou, ook goed. Dan beginnen we van de andere kant. Wie heeft het vergif niet in Miss Carr's glas kunnen doen? Wade. Hij heeft niets gedronken. Ah, maar Mr. Wade of een van de anderen had al eerder vergif in de fles kunnen doen. Ja, dat is waar. Ja. En u trouwens ook. Heeft u Miss Carr al gesproken? Nee, nee, ik heb begrepen dat ze rust. Ja, ik geloof dat ik eens naar haar ga kijken, als u er niks op tegen hebt. Trouwens, ik vind dat u dat al eerder had mogen doen. Oh, speelt u nou niet weer een beetje te veel padvinder, Mr. Wallace? Een mens kan nooit weten. Is niet zo? Waar is Miss Mitchell? Oh, ik heb Delia naar huis gestuurd. Meent u dat? Ja. Het arme kind scheen door het gebeurde een beetje van streek te zijn. Tijdens de bespreking al vond ik dat ze er niet altijd best uitzag. En toen heb ik haar gezegd op te stappen en een taxi te nemen. Ik kan me niet permitteren haar een zenuwinstorting te laten krijgen zo kort voor de voorstelling. Ja, dat is begrijpelijk, ja. Ik wil niet storen, inspecteur, maar we beginnen ons werkelijk een tikkeltje bezorgd te maken over de tijd. Ah, Mr. Pence. Ja, inderdaad. Wij zullen u niet langer ophouden dan strikt noodzakelijk is. U bent goed bevriend met Miss Carr? Ja, ik mag haar reuze graag. Sommige mensen vinden dat een beetje hard, maar die mening heb ik nooit gedeeld. Ten slotte, ze is een vrouw van het vak. U heeft niet toevallig de beschikking over wat blauwzeur. Ja, wat een krankzinnige veronderstelling, zeg. Wat voor redens we hebben kunnen hebben om zoiets te doen? Weet u iemand die een reden zou kunnen hebben? Nee. Eén ding moet u, dunkt me, weten. Over Miss Edgerton. Ja? Ze was hier nog geen 5 minuten binnen of ze zei dat ze een raar voorgevoel had. Ah. Ze vroeg of met Liz alles in orde was. Toen zei ze dat,
dat er iets bozaardigs, iets, ik weet het niet. Ze maakte de indruk te weten dat er iets verschrikkelijks met Liz zou gebeuren. Dat is kletskoek. Millie heeft soms de neiging een beetje mediamiek te doen, dat is alles. Oh, ze heeft de plank niet zo ver misgeslagen, wel. Dit was toch voordat ze over die brief hoorde? Ja. Waar gebeurde het? Nou, ze was net binnengekomen en ze stond daar ginds op het toneel. Ik moet toegeven dat ik een ogenblik zelf ook bang was, hoewel ik in zulke dingen eigenlijk niet geloof. Hier ongeveer? Nou, ik zie niet in dat dat van enig belang is. Achteraf is toch immers gebleken dat er niets ernstigs is voorgevallen. Weet u dat heel zeker, Mr. Barkley? Zo, nou ja, natuurlijk weet ik dat zeker. Het was ook een nippertje, natuurlijk, maar... Grote genade. Wat is er? Daar, achter de piano. Oh. Ze is doodgestoken. Oh, Liz. Blijf waar u bent, alstublieft. Mr. Benson? Zei u Liz? U schijnt zich te vergissen. Delia. Delia. Dank u wel, Miss Carr. Ik zou zo zeggen dat dat een vrij duidelijk beeld geeft. Goed zo. U zegt dat u nooit iets met Mr. Wade te maken heeft gehad? Nooit. Maar dat doet er toch zeker niet toe? Didi is vermoord. Niet ik. Ik geloof niet dat u de betekenis van het gebeurde helemaal door heeft. Miss Mitchell droeg uw huiscoat toen ze stierf. De kleur van haar haar leek op de uwe. De verlichting op het toneel was heel zwak. Als ze zich over de tafel gebogen heeft om de maquette van het decor te bekijken... Oh, maar waarom in mijn huiscoat? Nou, ze vond die erg mooi. En hij lag in deze kleedkamer die, naast ze verwachten, later de haren zou zijn. Zonder iets met het theater te maken te hebben, kan ik geloof ik toch wel begrijpen dat ze het toneel weer opging waar ze haar eerste grote rol zou spelen. Maar het is mogelijk, vindt u niet? Ik neem aan van wel. De rechercheur, heeft u het mes laten zien? Ja, en ik heb het dadelijk herkend. Het was een oud ding dat er gevaarlijk genoeg uitzag. Ik had het in de requisietkamer zien liggen. Miss Carr, kunt u zich voorstellen dat er onder de personen die zich vanavond in dit theater bevinden... één is die u uit de weg geruimd zou willen zien? Absoluut niemand. Het is volkomen waanzin. Ik stel voor dat we ze stuk voor stuk bekijken. Oh, doe liever niet. Deze mensen zijn mijn vrienden. Philip Benson? Doe nou toch. Miss Edgerton? Belachelijk. Die arme Millie. Tony Wallace? Nee. Rex Barkley? Waarom zou je Rex in vredesnaam? Nou, ik weet dat u bijzonder goede vrienden geweest bent. Ik weet dat u al deze mensen waarschijnlijk geweldig graag mag. Maar kunt u uw gevoelens eerlijk toetsen en zonder één schaduw van twijfel beweren? Ja, dat kan ik. Moord is iets verschrikkelijks. Als u ook maar de geringste reden tot twijfel heeft, omtrent wie dan ook. Dan zal ik het u komen vertellen, dat beloof ik u. Maar ik verzeker u dat u zich vergist. Ik ken ze allemaal veel te goed. In mijn vak heb ik geleerd dat het erg moeilijk is iemand goed te kennen. Alright, Miss Carr, ik zal u niet langer lastigvallen. Voelt u zich alweer een beetje beter? Veel beter, dank u. Dan zal ik u voor een poosje met rust laten. Appleby? Jawel, inspecteur. Nog nieuws over Wade? Nog niet, inspecteur. Heeft u met haar nog iets bereikt? Onze man zou het heel goed gedaan kunnen hebben. Maar verscheidene anderen ook. Gaat u me in staat van beschuldiging stellen? Ik heb geen bewijzen. De enige vraag is, wie van de twee heeft hij werkelijk willen doden? Ik ben blij dat je denkt dat dat de enige kwestie is. Ga maar liever halen. Aha. Goed, inspecteur. Ik heb genoeg van dat gerust. Heeft u zin in koffie, inspecteur? Het is een kleinigheid om even te zetten. Ah, dat is het beste nieuws dat ik vanavond gehoord heb. Mooi, duurt maar eventjes. Wat wilt u nou weer weten? De hele zaak is een nachtmerrie. Ik heb hier vanavond praktisch alles verloren. Een vrouwelijke hoofdrol, een voorstelling, een vrouw. Uw vrouw? We waren van plan om te trouwen. Ah. Wat gaat u nu met de voorstelling doen? Ik zal zien Marjorie Ferrars hier te krijgen. Het is alles bij elkaar een triomf van je welste voor Philip Benson.
Hoe bedoelt u dat, meneer? Hij heeft me dwars gezeten vanaf het moment dat hij in de gaten had dat ik niet van plan was Miss Ferrars voor zijn speciale plezier te laten overkomen. In New York heeft hij vanaf de eerste repetitiedag één grote machtige affaire met de raad. Oh ja? Ik vrees dat de zaak nog niet erg helder is, Mr. Barclay. Moeilijke historie. Het feit dat het een vergissing geweest schijnt te zijn, maakt het nog erger, vindt u niet? Maar nu die brief van Miss Carr. Veronderstel nu eens dat die geschreven is door iemand die werkelijk geen moordplannen had. Maar dat iemand anders op een plotselinge ingeving daarop doorborduurde. Vindt u dan niet dat degene die brief geschreven heeft, dat moest bekennen? Nou, alles bij elkaar is het niet zo'n ernstig vergrijp. En zoals de zaken er nu voor staan, wordt hij zeker van moord verdacht, als hij niet bekent. Ik vraag me af waarom hij dat niet doet. Daar zult u waarschijnlijk niet achter kunnen komen voordat u weet wie het is. We geloven dat we dat weten. Huh? Nou, in dat geval lijkt het me dat jullie dat zwijn moesten arresteren en achteraf pas vragen stellen. Oh, dan zal het misschien wel toekomen. Apropos, heeft u enig idee wie er hier het toneel is opgegaan tijdens uw bespreking in de foyer? Ik kan het me werkelijk niet herinneren. Ik ben er bijvoorbeeld geweest. Luistert u eens. Kunt u nou niet begrijpen wat dit allemaal voor mij betekent? Kunt u met die verrekte vragen nou niet tot morgen wachten? Ik voel met u mee, voor zover dat iets zegt. Als u liever naar huis gaat, dan bent u volkomen vrij om dat te doen. Nee, nee. Mr. John Waite, inspecteur. Rechercheur Pierce is na het inwinnen van enkele inlichtingen naar de Arlington Club gegaan, waarin hij Mr. Waite heeft gesproken. Mr. Waite was bereid met hem mee te gaan voor een ondervraging. Nou, wat betekent dit allemaal? Ik weet nergens van. Dat kan ik u om te beginnen alvast vertellen. Ik onderzoek de moord op Miss Delia Mitchell. Delia is toch niet dood? Delia? Ik vrees van wel. Vermoord? Grote genade. Ze vertelde me over de aanslag op Miss Carr's leven. Ik begrijp niet. Een tijdje daarna is Miss Mitchell doodgestoken. Hier op het toneel. Wat heb jij gedaan, Barclay? Als ik jou was, zo jongen, zou ik erbij gaan zitten. Wat heb jij gedaan? Vertel op, verdomme. Wat heb jij met haar gedaan? Ach, misselijke vertoning. Als u me nodig hebt, ik ben in de bar. Inspecteur, denkt u dat Mr. Waitrek zou hebben in een kop zwarte koffie? Ik heb hem klaar. Ik wil geen koffie. Nee. Dank u, Mikael. Wat wilt u weten, inspecteur? Waarom bent u vanavond hierheen gekomen, sir? Ik dacht dat er niets op tegen was. Ik ben diens impresario. U had er toch geen bezwaar tegen, wel? Niet in het minst. Hier is in elk geval uw koffie, inspecteur. Dank u. U, Mr. Appleby? Op het moment niet. Dank u, Miss Carr. Dan zal ik u maar aan uw werk laten. Waarom bent u van de bespreking weggegaan, Mr. Wade? Ik ben weggegaan omdat ik mijn stuk in mijn kraag wou drinken. En ik heb mijn stuk in mijn kraag gedronken en ik wens geen koffie. Was u overstuur door Miss Mitchell's verloving met Mr. Barclay? Als ik nog veel langer gebleven was, had ik hem tegen de grond geslagen. Als u het weten wil, ik probeerde haar de zaak nuchter te laten bekijken. Ik heb haar voor Barclay gewaarschuwd, keer op keer. Het arme kind dacht dat ze hem voor de gek hield, maar zij zou degene zijn geweest die het per saldo had moeten afleggen. Oh, ze kon geen mannen genoeg achter zich aan hebben. Mij, Barclay, die jongen van Wallace. Voor mij betekenen ze niets. Maar ze dacht van wel. Hoe was uw verhouding tot haar, Mr. Wallace? Ik heb haar zowat een jaar geleden leren kennen. Een tijd lang waren we bevriend. En waarom bent u daarmee opgehouden? Dat zijn we niet. We zijn alleen maar geen betere vrienden geworden. Ik geloof dat u beter naar huis en naar bed kon gaan, Mr. Wade. Zal ik een taxi bestellen? Ik kan zelf wel een taxi krijgen. Ik heb geen enkele hulp nodig. Tussen twee haakjes. Bent u vanavond aan het vruchtensap geweest? Kijk eens, dat is een vraag. Ik heb een foyer glas gepikt bij vergissing. Heeft u ervan geproefd? Heel beslist niet. Heeft u eraan geroken? Ja. Rook het lekker? Rook vies. Waarom? Dat doet het altijd. En ik zal het u nog sterker vertellen. Ik heb er geen blauwzuur in gedaan om Miss Carr te vergiftigen door Delia in de rug te steken. Zo, is dat alles? Goeienacht dan. Mr. Wallace, zou u zo vriendelijk willen zijn Mr. Benson te vragen een ogenblikje hier te komen? Volgens mijn bescheiden mening heeft hij er niets mee uit te staan. U zult het zelf wel inzien. Vindt u niet, Mr. Wallace, dat er hier al genoeg detectives aan het werk zijn? Als het een troost voor u is, de zaak is bijna rond.
Iets is er, Appleby. Iets is er ergens dat ontbreekt. Een klein stukje dat de hele zaak zou completeren. Net als een mooie nieuwe legpuzzel. Ik weet niet wat het is, maar het is de sleutel tot de hele zaak. Ik voel het. Weet je, Appleby, ik kreeg daar net een soort ingeving van boven. Ik heb zo'n voorgevoel dat dat ene kleine stukje mij ieder ogenblik in de schoot kan vallen. Heb je mij ooit Eureka horen roepen? Nee. Nooit, inspecteur. Het ogenblik nadert. Let op mijn woorden. Aha. Mr. Benson. Wilt u niet gaan zitten? Ja. Elke inlichting, heren, die ik u geven kan, zal ik u graag geven. Maar ik zou u eraan willen herinneren dat het laat wordt. Juist. Mr. Benson. Bent u hier op het toneel geweest tijdens de bespreking in de foyer? Ja. Ik had het tamelijk warm. Ik wilde wat frisse lucht happen. Ik ging naar de toneelingang. Was die nog op slot? Ja. Iemand gezien, levend of dood? Nee. Goed zo. Als tweede willen we ons eens bezighouden met uw relaties tot de overledene. Ja, een moment. Ik weet geloof ik wat u wilt gaan zeggen. Maar dat hebt u dan helemaal mis. Alleen een krankzinnige zou een moord begaan om zo'n ruzie als ik heb gehad met Miss Mitchell. Of om mijn verhouding tot Miss Ferrars. U had geen hoge dunk van Miss Mitchell. Als actrice, meen ik. Er is er een belangrijke rol toegeschoven. Enkel en alleen omdat Rex Barkley verliefd op haar was. Ach, ik was niet eens zo boos op haar als op Rex. En om het haar gemakkelijk te maken, heeft hij het stuk praktisch herschreven. Het hele script verzwakt. Hij zat er maar in dat verrekte vliegtuig, dat ding in stukken te hakken, en had er nog plezier in ook. Oh ja, hij vertelde ons met veel vertoon van vrolijkheid dat ze door een motorstoring in Gender waren opgehouden, zodat hij plenty tijd had voor zijn sloperswerk. In Gender opgehouden? Ja. Hoe lang? Dat weet ik niet, maar ik meen dat het vliegtuig hier 8 uur te laat aankwam. Nee, toch? Ja, nou en als klap op de vuurpijl had hij de verduivelde moed om... Geen woord meer. Eureka. Ja, mag ik vragen, wat betekent dat nou weer? Een woeste triomfkrijt, sir. Laat maar, Appleby. Zal voor mij zijn. Ik heb u niet meer nodig, Mr. Benson. Nou, dat was er in elk geval kort maar krachtig. Met Jukes? Goed zo. Ja? En? Heb je het gevonden? Ja? En wat? Waar? Ja. Ben je daar heel zeker van? Juist. Goed, wacht een ogenblik. All right, Appleby. Breng hem hier. Dit is het. Goed nieuws, inspecteur. Wacht maar liever af. Hallo, hoe staat het met de brief? Ja. Ja. Juist. Nou, dankjewel. Wat nu? Ik geloof, Mr. Barkley, dat het tijd wordt dat wij eens een praatje maken. Alweer? Als man tegen man. Wat duivel nog aan toe bedoelt u daarmee? Luister eens hier, ik mag die houding van u niet. Van het begin af aan heb ik die niet gemogen. Daar ben ik wel van bewust, sir. Maar nu zijn we aan het eind. En mijn houding legt sowieso geen gewicht meer in de schaal. In de loop van de avond is uw flat doorzocht. Wat? Wat bedoelt u daarmee? Doorzocht? Door wie? Doorzocht door wie? Door de politie. Wat voor recht heeft u zoiets te doen? Ja, eigenlijk geen enkel. Daarvoor zult u zich te verantwoorden hebben. Zo nodig zal ik dat doen. Met plezier. Daar zal ik voor zorgen. Luister eens. U zou de zaken veel gemakkelijker maken als u ophield met schreeuwen. Geen van ons twee heeft er ook maar enig belang bij. Wees niet zo verdomd impertinent. Nou goed, dan ga gerust door met schreeuwen. Maar ga tenminste zitten, alstublieft. Men heeft me zojuist het resultaat van die huiszoeking meegedeeld. Heeft u er enig idee van, Mr. Barkley, waarnaar wij gezocht hebben? Nee. Ik denk dat u dat wel weet. En wat meer zeggen wil. We hebben het gevonden. Niet veel, maar ruim voldoende. En zonder veel moeite. In feite was het niet eens verstopt, niet waar? Luister eens, inspecteur. U begaat een grote flater. Nee, toch niet. Het lab vergist zich niet. Een flesje van 50 cc gevuld ik met... Ik zeg u, ik heb het al jaren. Vraag wie u wilt. Wat voor motief zou ik in vredesnaam voor zo'n daad moeten hebben? Hoeveel andere mensen kunnen er niet aan blauwzuur komen? Honderden, het bewijst geen bliksem. Ik ontken het absoluut. Ik verzeker u dat ik dat flesje niet heb aangeraakt, sedert ik mijn praktijk heb neergelegd. Niet één keer. Natuurlijk zal het bewijs hiervoor moeilijk te leveren zijn. Er is nog iets anders. Ik was erg geïntrigeerd door de dreigbrief die aan Miss Carr is gestuurd.
Het leek me geen slecht idee die op uw schrijfmachine te laten uittypen. En te kijken hoe het eruit zag. Wat? Het bleek dat het ons mee zat. Wat bedoelt u daarmee? De dreigbrief was op uw machine getypt. Bent u uw verstand kwijt? Het is absoluut waar. Ik kreeg juist per telefoon het rapport van de expert. Er is geen zweempje van twijfel mogelijk. Ik weet niet wat voor spelletje u denkt te spelen, maar... Dus ik... ziet u, we hebben het vergift in uw bezit. En de schrijfmachine in uw bezit. Ik heb het vergift niet gebruikt en ik heb de brief niet getypt. Mm-hmm. Probeert u mij bang te maken? Ik heb u al bang gemaakt. Hm? Sorry, ik wil absoluut zeker zijn. Ik wil en zal een bekentenis krijgen, ziet u. U bent aardig zeker van uw zaakjes, nietwaar? Ik geloof van wel. Moet u eens luisteren. Kunt u zich voorstellen dat iemand Delia Mitchell heeft willen vermoorden en het bewijzen van afleidingsmanoeuvre deed voorkomen alsof hij Miss Carr wou doden? Dat hij het zo inrichtte dat Miss Mitchell de housecoat zou aantrekken door haar gewoon langs de neus weg te vragen om hem aan te doen. En haar toen doodstak. Waardoor men zou aannemen dat Miss Carr het slachtoffer had moeten zijn. Wie zou zoiets krankzinnigs willen uithalen? Voor zover ik het bekijken kan, maar één mens op de hele wereld. Maar als we daar eens bij optellen het feit dat de dreigbrief geschreven was op Rex Barclay's schrijfmachine. En dat Rex Barclay wat van het vergiftigde bezit had. Dan loopt Rex Barclay een hele goede kans te staan wegens moord. Denkt u niet? En zou dat geen aardige gooi zijn naar twee vliegen in één klap? Twee? Delia Mitchell en u. Waar wilt u heen? U bent gisteren uit de Verenigde Staten teruggekomen. Ja. Al uw vrienden en medewerkers wisten dat uw vliegtuig gistermorgen om 8:30 op London Airport moest aankomen. Nou ja, de meeste wel. Ik heb getelegrafeerd om voor vanavond deze bijeenkomst te beleggen. Precies. Maar is het geen feit dat uw vliegtuig 8 uur te laat in Londen aankwam? Dat is een feit. Dat zou gistermiddag om 4:30 zijn. Ja, ik was ongeveer om 5 uur thuis. Juist. De envelop met de dreigbrief droeg het poststempel London West 1, 3 uur namiddag, gisteren. Dat is interessant, nietwaar? U bent een paar maanden in de Verenigde Staten geweest. Heeft er gedurende die tijd iemand in uw flat gewoond? Niemand. Hij was afgesloten. Maar nadat uw telegram was aangekomen, is er iemand binnengegaan. Heeft iets uit een klein flesje genomen en een beetje op uw machine zitten typen. Ik geloof dat u die iemand maar eens vragen moest voor de dag te komen en een praatje met mij te maken, Mr. Barclay. Iemand die een prachtige gelegenheid had vergift in het glas te doen en Miss Mitchell te vermoorden. Iemand die uw flat kent. Heel nauwkeurig kent. Iemand die er misschien nog steeds een sleutel van heeft. Iemand die, laten we zeggen, razend jaloers is geweest vanaf het ogenblik dat u toevallig verliefd werd op Delia Mitchell. Liz? Ah, daar bent u, Miss Carr. Nee dan. Elizabeth Carr, ik arresteer u wegens de moord die vanavond gepleegd werd op Delia Mitchell. Ontwerp voor een moord. Dit was een luisterspel door Alex Atkinson. Vertaling Louis Povel. De personen in volgorde van opkomst waren Tony Wallace en Liz Carr, ontwerpers van decors en toneelkostuums, Hans Veerman en Eva Janssen. Inspecteur Hughes, Dries Krijn. Philip Benson, toneelspeler, Jan Borkus. Millie Atherton, toneelspeelster, Nora Boerman. Rex Barclay, regisseur en producer, Huib Orizant. Delia Mitchell, toneelspeelster, Barbara Hofman. John Wade, Delia's impresario, Frans Somers. En rechercheur Appleby, Alex Vaassen Jr. De regie had Leon Povel.